31 mei was het traditioneel weer de ontvangst van echtparen die 60 of meer jaren getrouwd zijn. Ze werden met koffie en gebak ontvangen en het college deed haar uiterste best erachter te komen hoe je het voor elkaar krijgt om zo lang samen te mogen zijn. Ook TV Meierij probeerde erachter te komen hoe dat komt. Met een viertal hadden wij een gesprek. Hoe is het om samen nog zo lang te zijn? Vertel. Het wordt er niet gezelliger op, maar ja, we moeten elkaar helpen en doen. Hè? Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik kook mijn potje nog, dus, en hij eet het nog op, wat ik me klaarmaak. Ja. Dus dat scheelt ook nog. Dus je bent nog helemaal verliefd, net als vroeger? No. Verliefd is niet, dat is een ander woord. Ja, een ander woord. Dat is een ander woord. Ja, zoetjes aanlopen toch op een eind, hè? Ja maar dan wachten we nog even mee, hè? Wachten we nog even mee? Ja, je bent hier nou op visite bij de burgemeester. Ja. En wat vind je ervan dat ze dat jaarlijks doen? Ik vind het heel fijn. Ja. Heel fijn ook, omdat ze die mensen gelijk... Wij zien het als een waardering. Ja, ja, duidelijk. Samen toch een aardige leeftijd bereikt, hè? En hoe gaat dat nou samen? Ja, iets minder vlot als vroeger, maar ja, het gaat nog wel, hè? Dus ik bedoel, als Jan is nou pas bij de werkboerderij begonnen, de zorgboerderij... Ja. Want die verveelde zijn eigen thuis. Hij zei, jij kunt van alles, je kunt lezen, je kunt tv kijken. Je kunt het, maar hij zat maar te zitten en te grenzen. En dan heb ik Salus ingeschakeld en die hebben gezorgd dat hij op de zorgboerderij komt. En wat doe je daar dan op de zorgboerderij? Bij de beesten. Ja, ja. Dat is jouw leven ook een beetje. Ja, dat is helemaal het leven weer. Ja. En dat gaat nog goed. Altijd goed. Ja. Maar ik heb het idee dat ik jullie al vaker gezien heb. Ja, dus het is al wel langer geleden. Hè? Ja, vertel eens. 64 jaar wordt van het jaar. December. Dus we hopen dat volgend jaar de 65, hè, dat we weer zitten met tegenaan te hikken. Want dan pakken we er eentje op. Ja, zeker. Dan komt er maar, dan zal het hier laten weten. Want hij heeft tegen de burgemeester ook gezien. Hij zei dat hij komt. Ja. Maar hoe gaat dat samen? Oh, we vechten een keer, maar meer ook niet. Nee. Ja, wij doen samen mooi, hij doet het eten bezorgen. En dan wordt het weer bijgelegd. Nou, vechten doen we niet meer, hè. Nee. Ik heb niet zo'n harde handen meer. Ja, het is vandaag toch weer een heerlijke dag, hè. Voor de hoeveelste keer kom je hier al? Derde keer. 63, ja. En hoe oud ben je nou? 89. 89. En jij? Hoe oud ben je? Ik, papa, ben 88. 88, ja. Kan het zo zijn dat ik jullie volgend jaar weer zie? Het is te hopen. Ja. Dat zou ook wel fijn zijn. Dat zou wel fijn zijn, ja. Dan moeten we elk jaar maar weer afwachten. Hè. Want in Sint-Oederode is het ook een beetje uniek, hè. We hebben 17.000 inwoners. Ja. En uiteindelijk dan dat er maar een groot aantal, of een aantal zijn die 60 jaar of langer getrouwd zijn, hè. Want je zijn toch unieke mensen, hè. Is dat weinig? Nee, dat is op veel. Veel. Maar het is toch uniek dat je erbij bent. Dat je erbij bent, kunt zijn nog. Ja.